Welkom in Museum het Zwaardebroedershuis, de domicilie, het verenigingsgebouw van de illustere Lieve Vrouwenbroederschap. Een vereniging die al sinds 1318 bestaat in deze stad, 's-Hertogenbosch. Dus van de 7 eeuwen die ze al bestaan, zitten ze ongeveer 6 eeuwen op deze plaats, omdat ze dit perceel ooit van een van de eigen leden gekregen hebben, georven hebben. Sinds die tijd bevindt hun clubgebouw zich op deze locatie. Dit is inmiddels het derde gebouw op deze plek. 1842 is het gebouwd, ontworpen door de Bosse architect La Ferté. In een neogotische stijl, de stijl die in het midden van de 19e eeuw mode was. Het lijkt een beetje op een kerk, dat is natuurlijk bij gotische gebouwen, maar het is echt gebouwd als verenigingsgebouw. Ruimtes worden gebruikt voor vergaderingen, voor bijeenkomsten, diners, muziekvoorstellingen, noem maar op. In die 7 eeuwen van het bestaan van de broederschap zijn er natuurlijk heel erg veel bekende Bossenaren, maar ook bekende personen uit de landelijke geschiedenis hier lid geweest. Een van de bekendste is natuurlijk Willem van Oranje, de stichter van ons vaderland. Daarnaast is misschien wel de bekendste Bossenaar die hier lid is geweest, is Jeroen Bos. Alle leden worden hier gelijk geacht, maar er zijn wel enkele bijzondere leden. Dat zijn de leden van het Koninklijk Huis, die hier Zwanenbroeders genoemd worden. Op dit moment is dat koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prinses Irene.